1 januari was Kuik even landelijk nieuws. Want er was geschoten op een 11-jarig jongetje op Oudjaarsdag. En het had weinig gescheeld of hij had het niet na kunnen vertellen. Er is een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding en veroordeling van de dader. En wij willen weten wat er nou precies gebeurd is hier in Kuik op die zaterdagavond 31 december. Kuik, een dorp met ongeveer 17.000 inwoners aan de Maas. Iedere zomer voert de Nijmeegse Vierdaagse op de laatste wandeldag door het dorp. Ook oud en nieuw had een groot feest moeten worden. Oudjaarsavond, kort na 6 uur, wordt er al flink geknald in Kuik-Noord. Een 11-jarig jongetje. Zijn vriendjes en vriendinnetjes hebben genoeg vuurwerk om de avond mee door te komen. Ze hebben afgesproken bij de tante van de jongen om er een vrolijk oud en nieuw van te maken. Als ze bij de vuurwerkplaats aan de vuurijzerstede omhoog kijken naar wat vuurwerk, voelt de jongen ineens een scherpe pijn. Hij heeft geen idee hoe het komt. Misschien is hij geraakt door een vuurpijl. De anderen denken dat hij, zoals wel vaker, een grapje maakt. Kom op, man, loop door. Maar even verderop zien ze dat het echt goed mis is met hun vriendje. Hij wordt meteen naar het ziekenhuis gebracht. En daar wordt besloten om de jongen zo snel mogelijk te opereren. Tijdens de operatie stuiten de doktoren op de reden voor zijn pijn. Op een paar millimeter van zijn aorta vinden ze een kogel. Wij willen graag iedereen spreken die weet wat hier precies gebeurd is. Heeft iemand gezien dat er geschoten werd vanaf straat, vanuit een auto of misschien wel vanuit een huis? En we zoeken nog hele specifieke getuigen. Een groepje jongeren dat hier op de hoek van de vuurijzerstede met de Keurvorststede stond. Ze kunnen iets gezien hebben en dat geldt natuurlijk ook voor andere mensen die op oudjaarsavond tussen 6 en half 7 in de buurt van die vuurijzerstede zijn geweest. Het was niet de eerste keer dat er geschoten werd die avond. Want hier aan de Cruzaatstede ontdekte een bewoner glassplinters in zijn woonkamer. En dat de ruit gedeeltelijk gesneuveld was. Wij hebben in het huis delen van een kogel gevonden. En als het NFI die heeft onderzocht, weten we of die kogels uit hetzelfde wapen komen. Er zijn meer mogelijke aanknopingspunten. Normaal gesproken staat er op deze parkeerplaats, op de vuurijzerstede, een grijze Mercedes. Tijdens het schietincident stond er een andere auto. Ook een Mercedes en ook grijs. De politie wil weten van wie die auto is. En dan is er nog een anonieme brief. Of eigenlijk een paar woorden op een velletje papier. En dat is hier op het politiebureau in Kuik bezorgd. Maar wat de schrijver of schrijfster ook bedoeld heeft, het is niet duidelijk. En we geloven dat het belangrijk is en dat het met deze zaak te maken kan hebben, maar er is geen touw aan vast te knopen. Daarom roepen we die schrijver of schrijfster met klem op om nog een keer contact met ons op te nemen. Desnoods anoniem, want we willen echt weten wat u nou bedoeld heeft. Elk beetje informatie is welkom over de beschieting van het 11-jarig jongetje op de parkeerplaats naast de flat aan de vuurijzerstede in Kuik-Noord op oudjaarsavond om ongeveer 6:15. Maar ook over het schietincident even later op een woning aan de Cruzaatstede. 10.000 euro is er uitgeloofd voor de gouden tip. 0800 60 70. En in deze zaak kunt u ook rechtstreeks met de criminele inlichtingeneenheid bellen op 079 345 8999.